Vroeger, als je een bankrekening wilde openen, liep je een bankkantoor in, ging je een kopje koffie drinken met de bankdirecteur en liet je je paspoort zien. En tegenwoordig willen mensen een rekening kunnen openen via een smartphone. Dat is voor de klant heel makkelijk, maar een bank moet nog steeds zeker weten dat jij bent wie je zegt te zijn. En dat is waar onze oplossing extreem geschikt voor is. SafeNet is een Brits-Nederlandse fintech en wij identificeren voor banken nieuwe klanten. En we zijn opgericht in 2014. We zijn inmiddels met 175 man met kantoren in New York, Londen, Barcelona en natuurlijk hier in Amsterdam. Heel simpel uitgelegd, wij maken het mensen met goede intenties heel makkelijk om een rekening te openen. En mensen met kwade intenties maken we het heel erg ingewikkeld. En wat betekent dat in de praktijk? Jij opent de bank-app, dan verschaf je wat persoonlijke gegevens. Je maakt een foto van je ID-document, je maakt een selfie en jouw bank stuurt dat pakket naar ons toe. Nou, wij hebben hier een prachtig systeem ontwikkeld waarbij we meer dan 100 automatiechecks kunnen doen. Maar we ook specialisten hebben die voordat we een finale beslissing maken nog een second opinion doen. En zoals je zult begrijpen kunnen we niet over alle checks even open zijn. Omdat het ook belangrijk is dat we de kwaadwillenden niet meer kennis geven dan steeds noodzakelijk is. Ongeveer 5% van de wereldwijde economie is zwart geld. En dat betekent dat wij eigenlijk een poortwachter zijn die de integriteit van het financiële stelsel beschermt. En ik denk dat het in die zin bijzonder is dat wij iets hebben wat voor de klant, zoals gezegd, het heel erg makkelijk maakt. Maar tegelijkertijd zorgt dat een bank ook aan alle wet en regelgeving voldoet. We groeien onwaarschijnlijk hard, dus kennelijk is het toch bijzonder wat we ontwikkeld hebben. Het heeft heel veel publiciteit gegenereerd. Er zijn al vanuit de Nederlandse hoek een aantal hele concrete potentiële nieuwe klanten uitgekomen. Maar ook in het buitenland wordt hier naar gekeken. En we hebben zelfs onder meer uit Italië nieuwe verzoeken gekregen naar aanleiding van het winnen van de award.